Ja, stemmen is uiting geven aan je democratisch recht. Om het landsbestuur mede vorm te kunnen geven. En zeg maar de waarden en normen die je zelf hebt, om die ook tot uitdrukking te kunnen brengen in de keuze voor het landsbestuur. Mocht Hartsuiker verkozen worden om zitting te nemen in de Tweede Kamer, dan zou hij afscheid nemen als wethouder in Borgerodoorn. Nou, laat ik vooropstellen dat ik het ontzettend naar mijn zin heb als wethouder in Borgerodoorn. Er is ontzettend veel te doen, dus we hebben een ontzettend leuk team. Volgens mij ook een college met enorm veel ambitie en ook een ambitie die we waar gaan maken de komende jaren. Ik heb wel gezegd, op het moment dat er een kans zich voordoet om dan in Den Haag dit mooie gebied, de provincie Drenthe, maar ook zeg maar onze gehele grensregio, ook het vincoloniale gebied te mogen vertegenwoordigen in het Haagse, dan is dat volgens mij niet alleen een kans voor mij persoonlijk, maar ook een kans voor de inwoners van ons gebied om zich ook op het hoogste niveau te laten vertegenwoordigen. Maar voor nu is het afwachten op wat de kiezer doet. En dus wordt het een spannende avond voor Hartsuiker. Ja, vanavond is wel een spannende avond, moeten we eerlijk zijn. Er zijn drie partijen die het goed doen in de peilingen, waaronder natuurlijk onze partij de VVD. En ik ben heel benieuwd waar uiteindelijk de kiezer zich voor uit gaat spreken.